We gaan beginnen met een korte warming-up om je lichaam even op te warmen voordat je gaat starten met de workout. Dus we beginnen met opzij stappen, arm even voorlangs. Schouders laag, navel in. Rustig blijven ademen. Wil je er een muziekje bij? Zet rustig gewoon zelf je eigen muziekje erbij. Oké, kom op heupbreedte, arm omhoog. Zak naar beneden, terug. Schouders blijven hier laag. Net alsof je schouderbladen in je broekzak stopt, dus trek ze naar beneden. Gewicht is op de hakken. Armen naast je, draai even in. Knie op en naar achter. Knie op, naar achter. Buikspieren weer aangespannen. Andere been. Boven. Tik je enkel aan. Armen hou je lang, die draai je vanaf boven naar beneden. Blokje nummer 1. Ga ik de uitleg geven van 3 oefeningen. Eerste oefening, dat is de swing. Heel belangrijk, je buikspieren aanspannen, schouders laag. Je komt naar voren, naar beneden. Gewicht is iets achter tussen de benen. En dan swing je hem op. Goed tegenhouden vanuit de buikspieren. Heupen duw je naar voren. Gewicht blijft iets voor je. Omhoog en rustig terug. Oefening nummer 2. Om en om stap je naar voren in de lunge. Gewicht onder je been door en terug. Wissel van been, onderdoor en terug. Om en om. Rug hou je lang. Achterste knie naar beneden. Voorste knie blijft boven de enkel. Oefening nummer 3. 1 been voor. Eentje achter. Heb je hier een open ruimte. Hand op je been. Trek hem omhoog en terug. Elleboog naar het plafond. 30 seconden de ene kant. 30 seconden de andere kant. Hier nog geen matje nodig. Komt-ie, 30 seconden, kettlebell swing. Buikspieren aanspannen. Hou hem tegen op de terugweg. Laat hem wel zwaaien. Kettlebell goed vasthouden. Heupen duw je naar voren. Navel inhouden. Schouderbladen laag. Door naar de volgende, de lunge. Stappen uit, onderdoor. Terug. Van buiten naar binnen. Terugweg ook weer buikspieren aanspannen. Hou lekker vol. Achterste knie goed omlaag. Door naar zagen. Row. Kom op. Elleboog omhoog. Rustig terug. Rug blijft mooi lang. Rug lang. Dus geen hollen, geen bollen. Tussenin. Trek hem omhoog en hou hem tegen. Hetzelfde voor de andere kant. Meteen door.
10 seconden. Ja, 30 seconden rust. En daarna pakken we hem nog een keer. Beginnen we zo meteen weer met een swing. Vind je makkelijk, dan moet je misschien toch iets zwaarder pakken. Of met een swing één arm doen. En dan 5 om 5. Dat zo laten zien. Goed vasthouden. 3 seconden. Pak je kettlebell zoals je hem licht en makkelijk vond. Nu met één arm. Bijvoorbeeld 5 om 5. Je arm meenemen is wat lastiger. Je kan hem ook in je zij houden. Goed tegenhouden. Runs. Onderdoor. Buikspieren aanspannen. Voordeel is je hartslag gaat omhoog, hè? Meteen lekker in beweging. Duur uithoudingsvermogen pak je mee. Maar ook spierkracht vanwege de oefening. Trek hem weer op. Elleboog naar het plafond. Schouder blijft laag. Strek hem niet op. Hou hem laag. Kijk schuin voor je. Wissel. Trek hem weer op. Schouders laag. Navel in. 3 seconden. 30 seconden rust. Straks nog 1 ronde. Kies wat bij je past, hè. Swing met 2 armen. Of swing met 1 arm. Als je kettlebell maar goed vasthoudt. Wordt een rommel in huis. Draai eventueel de schouders nog even lekker naar achteren. Kettlebell hoef je niet vast te houden. Pak hem weer op. Goed staan, navel in en swing hem op. Denk aan je buikspieren. Lunches. Stap hem uit. Onderdoor. Rug mooi lang. Onderdoor. Volg je eigen tempo. Doe wat bij je past. Altijd belangrijk. Komt die rug mooi lang en trek hem op. Elleboog goed omhoog en hou hem tegen de weg naar beneden. Daar word je juist zwaar en sterker van. Andere kant. Zaag. Hou hem lekker vol. Hou hem tegen.
Kom op. Recht lang. Yes, dat was blok 1. Blok nummer 2. De drie oefeningen die we gaan doen, gaan we op een matje doen. Dus kom liggen. Pak je kettlebell erbij. Duimen door het gat. Handen om de rest. Wat ga je doen? Je gaat liggen. De eerste 30 seconden armen lang. Onderrug in de mat. Naar achteren en rustig terug omhoog. Naar achteren en rustig terug omhoog. Oefening nummer 2. Gaat die naar je voorhoofd. Ellebogen blijven bij elkaar. En strek hem op. Oefening voor de triceps. En oefening nummer 3. Armen langs het lichaam. En duw hem op. 3 rondes. Armen lang. Schouders laag. En naar achteren. En zeker nu je buikspieren goed aanspannen. Onderrug in de mat. Schouders hou je laag. Hou controle in de schouder, hè, want anders krijg je last van je schouder. Beweging is rustig en gecontroleerd. Navel in. Onderrug houdt contact met de mat. En door naar de triceps. Ellebogen op één stand. Gewicht richting je voorhoofd en strek hem op. Niet helemaal overstrekken. En ellebogen duw je goed naar elkaar toe. Net alsof er een bal tussen je ellebogen zit. Die wil klemmen en niet laten vallen. Rustig laat je hem zakken. En door naar de derde. Je duwt hem op. Blijf volhouden. En leg hem even naast je neer. Schud de armen los. Pak hem er weer rustig aan bij. Hou hem bovenin vast. Schouders laag. En weer naar achter. Deel hem op. Gecontroleerd. Kijk hoe ver je kunt. Onderrug blijft in de mat. Boven je stopje. Niet te ver naar voren laten komen. Ellebogen naar elkaar toe, richting je voorhoofd en strek hem op. Net alsof er een bal zit tussen je ellebogen. Schouders laag. En naar beneden, armen langs het lichaam. Even rust. Schud de armen lekker los. Straks nog één rondje. Pak de kettlebell er weer bij. Schouders laag, armen lang.
En naar achter. Rustig terug omhoog. En naar je voorhoofd. Denk aan je ellebogen. Niet te veel knijpen in je kettlebell. Zorg er alleen niet voor dat je hem laat vallen. En langs het lichaam naar beneden, duw hem op. En leg hem naar. Hier komt blok nummer 3. Het zijn weer 3 oefeningen. Ik laat ze zien en daarna gaat de tijd starten. Eerste oefening. Je houdt hem vol vast, handen eromheen, schouders laag. Je maakt een squat en je duwt hem op. Squat, duw op. Dan 30 seconden, ene kant, schouders laag. Je laat hem zakken en je trekt hem op. Blijf zelf wel rechtop. 30 seconden. Daarna 30 seconden de andere kant. Oefening die misschien wel meevalt, maar wel juist spierpijn geeft in de schuine buikspieren de volgende dag. De laatste ellebogen blijven bij zij. Bicep curl. Pas op voor je tanden. Rustig aan naar beneden. Knieën gebogen. Navel in. 2-1. Yes, let's go. Hop. En duw hem op. Gewicht op de hak in de squat. Tien seconden nog. Navel in. Hou hem vast, de hand in je zij. En trek hem op. Knieën ook bij deze weer licht gebogen. Goede oefening voor de schuine buikspieren. Vijf seconden nog. Wissel van kant. Denk weer aan je knieën. Trek je schouders van je oren af. Dus met andere woorden, hou de schouders laag. Zelf blijf je goed rechtop. Vast. Ellebogen bij de zij. Steeds je knieën gebogen. Navel in. En oppassen voor je tanden. Seconden rust. Straks nog een rondje. Draai eventueel de schouders even los. Of een nek. Net wat je prettig vindt.
Pak weer rustig aan de kettlebell erbij. Pak hem weer vast. 3 seconden, dan gaan we weer. Goed laag en duw hem op. Hou de beweging mooi groot. Zak goed diep. 90 graden ongeveer. Zolang je rug maar rug lang kunt houden als je zakt. Hè. Als je een bolle rug maakt, dan ga je te diep. Je houdt je rug recht door je navel in te trekken. Maar wel kunnen ademen. 3 seconden. Hand in zij. Door naar de volgende. Het voordeel van deze setjes is dat je hartslag wat hoger blijft. Toch ben je met kracht bezig. Optimale verbranding. Knieën gebogen. 3 seconden. En wissel. Goed rechtop. Op. En op. Denk aan je schouders. Navel in. Bicep curl. Ellebogen bij de zij. Rechtop, knieën gebogen. Schouders laag. 10 seconden volhouden. Even 30 seconden rust. En dan doen we nog 1 ronde. Schud de arm eventueel even los. Pak de kettlebell er weer bij. Hou hem goed vast. En dan komt ie. Zak goed diep. Rug lang houden. Gewicht op de hakken. Geef de snelheid door aan je kettlebellen. Hop. Hop. Vijf seconden. Zijwaarts. Blijf goed rechtop. Knieën gebogen. Vijf seconden. En wissel. Knieën gebogen. Borst mooi open. Hop. Als je de oefeningen makkelijker vindt, dan moet je gewoon een groot zwaardere kettlebell pakken. Als je die in huis hebt. Dat is nu wel een fiets. Bicep curl. Navel in. Knieën gebogen. 6 seconden. En dat was alweer de 3e ronde in blok 3. Komt blok nummer 4. Bij blok nummer 4 gebruik ik zelf 2 verschillende kettlebells met 2 verschillende gewichten. Eerste oefening vind ik best wel een pittige. Gewicht in je hand, je maakt een lunge, kettlebell gaat omhoog. Rustig terug
Je blijft bij één been. Daarna pak ik snel de zwaardere. Die houdt vol vast. Maak ik een soort van deadlift of een good morning. Maar dan in een cirkel. Je gaat steeds één kant op. Na 30 seconden pak ik weer het lichtere gewicht voor het andere been. 30 seconden het andere been. Na die 30 seconden pak ik weer het andere gewicht. Maak ik de cirkels de andere kant op. Benen blijven gebogen. Rug hou je mooi lang. Cirkels. Oefeningen. Lunges het ene been. Komt ie. Gewicht gaat omhoog. Lunges. Buikspieren aanspannen. Achterste knie. Naar beneden. Onthoud welk been je nu bezig bent, hè. Straks komt de andere. 10 seconden. Gecontroleerd. Pak het andere gewicht of je kunt meteen door. Cirkels. Schouders laag. Rug lang. Oefening voor de onderrug. Hamstrings en bilspieren. Wil je nog geen cirkels, kan je ook recht naar voren. Meer mogelijkheden. Lunges, andere been. Er kan best wel verschil zijn tussen de ene kant en de andere kant. Geen probleem. Zwaai het gewicht op. Controle in de schouder. Wordt het te gek, hou hem laag, hè? Ga jezelf niet voorbij. Gewicht en de cirkels de andere kant op. Knieën liggen boven. Seconden. Ja, 30 seconden rust. Hartslag weer even rustig naar beneden. Tien seconden. Dus maak gebruik van die 10. Haal nog even diep adem. Pak je gewichten weer bij. En gewicht omhoog. Stap uit. Buikspieren. Zeker op de terugweg. Goed je buikspieren aanspannen. Anders krijg je last van je onderrug. Drie seconden. Pak het andere gewicht. Of ga meteen door. Cirkels. Knieën liggen bogen. Lekker vol. Andere gewicht. En stap uit. Gecontroleerd voor je schouderen. Ziet te heftig, hou hem laag. Geeft niks. Buikspieren. Zeker voor de terugweg. Anders heb je straks last van je onderrug. Pak het andere gewicht. Of meteen door. Andere kant op. Als je het niet meer weet. 50% kans.
schouders laag. Yes, 30 seconden rust. Nieuwsgierige kat. Hoi. Nog één ronde bij deze oefeningen. Eerst je rust, 15 seconden. Dus ik ga nog even ontspannen. Schud eventueel de benen los. Net wat je nodig hebt. Stel slokje. 5 seconden, dus pak je gewicht erbij. En dan gaat hij. Achterste knie naar beneden. Navel in. Andere gewicht meteen door. Knieën gebogen, voorlangs. Schouders laag. Hou je rug lang, hè? Knieën wel licht gebogen. Andere gewicht. Stap weer uit. Kom op. Hou vol. Achterste knie naar beneden. Voorste knie boven de enkel. En navel, hè. Bescherm je onderrug. Andere gewicht. Cirkels de andere kant op. Rug lang. Kom op. Laatste stukje van deze, van dit blok. Ja. Door naar blok nummer 5. Wat gaan we doen? Gewicht hou je vast met twee handen. Rug lang, navel in. Gewicht langs de benen naar beneden. Andere been gestrekt naar achteren. Heupen in één lijn. Dus niet intrekken, goed in één lijn. En terug. 30 seconden de ene kant. Daarna 30 seconden. De andere kant. Nog één oefening erachteraan. Je stapt opzij. Squat. Gewicht omhoog. Dan komt 30. En dan komt ie. 1 been. Goeie concentratie. Focus op één punt. Zet je andere voet goed neer, rug recht, navel in. Focus op één punt. Heupen in één lijn. Navel in. En stap opzij. Omhoog. Gewicht weer op de hakken. Laag en op. Laag en op. Als je hem opduwt, gewicht. Altijd voor je houden en nooit achter je, voor je. Oké,
rustig om daar. Maak er gebruik van. Hartslag weer omlaag. Blijf goed ademen. 10 seconden. Pak het gewicht er weer bij. Rug mooi recht. Navel in. Focus op één punt. Langs de benen. Naar beneden. Hoe lager je gaat, hoe lastiger je wordt. Heupen goed in één lijn houden. Tegen je gevoel in, iets lager gaan. Als je denkt dat je recht bent, maar eigenlijk vaak toch niet. Dat maakt hem heel lastig. Rug lang. Andere voet. Focus, rug recht. Focus en naar beneden. Benen een beetje begint te trillen, geeft niks. En opzij. Op. Goed omlaag. Gewicht op de hakken. Rug lang houden. Kom op. Seconde. Uitleg blok 6. Wat gaan we doen? 30 seconden rechte rug, ietsjes naar achter. Je draait in van de ene kant naar de andere kant. Daarna 30 seconden, je rolt af. Tik achteraan. Rolt op. En je rolt weer rustig aan af. Vervolgens kom je weer zitten, 30 seconden, ietsjes naar achter, gewicht naar voren en terug. Hou je rug mooi lang, schouders ook weer laag. Ik kan het 10.000 keer zeggen, blijft belangrijk. 3 rondes, 30 om 30. 5 seconden, dan gaan we starten. Gewicht bij je, rug recht. En dan komt die ene kant en de andere kant. Hoe zwaarder het gewicht, hoe zwaarder die wordt, hè? Denk aan je rug, hou hem recht. 10 seconden. Drie seconden. Ja, rol af. Tik achteraan. En rol weer rustig aan op. Laat je nooit ploffen. Liefst je voeten aan de mat houden. Wil je hem zwaarder, strek je benen. Wil je hem lichter, zet je benen iets dichterbij. Ziet te heftig, doe hem zonder gewicht. Rechtop, rug lang. En naar voren. Duw hem uit. Vind je makkelijk, kom je wat verder naar beneden. Hè? Je mag hem nu wel voelen, zodat je straks echt rust nodig hebt. Voordat je doorgaat naar de volgende ronde. Kom op, daag uit. Klein stukje nog. Korte pauze, 30 seconden. Even een schouderrol. En eventueel je rug even bol. En recht. Vind je deze niet lekker voor je rug? Kun je ook altijd liggende oefeningen doen. Hè? Zoals bijvoorbeeld bij de ene deze. Pak je bij de andere deze. Altijd variaties mogelijk.
Kom zitten, gewicht bij je. Rug lang, stukje naar beneden. Kom op. Laatste gedeelte. Zijn we bijna. En rol weer af. Tik aan. Rol weer op. En rustig aan af. Je zou eigenlijk bij dit stuk eigenlijk elk moment moeten kunnen stoppen. Hou je controle door middel van je spanning op je buikspieren. Rustig naar beneden. En weer op. Duw hem uit. Blijf ademen. Kom op. Hou vol, hou vol. Die armen uit. Klein stukje nog, klein stukje. Rug lang. Ja, 30 seconden. Ga zitten hoe je zelf lekker vindt. Eventueel bolle rug. Rechte rug. Of juist even liggen. En je knieën naar je toe. Kies wat je fijn vindt. 10 seconden nog. Pak je gewicht erbij. Rug mooi lang. En dan gaan we van de ene kant naar de andere kant. Kom op. Hou lekker vol. Schouders laag, rug mooi recht. Vanuit je stuitje, je staartbeentje is hetzelfde. 3 seconden. We rollen weer af. Tik hem achteraan. Of net niet, hè? Hou controle. Je zou op elk moment te kunnen stoppen in deze beweging. Ja, rechter rug, schouders laag. Nog 1 keertje, hè? Kom op. Ga door, ga door. Seconden. Dit mag je voelen, je bent er bijna. Yes, leg hem neer. Maak je lang. Gaan we meteen door naar de stretch. Armen van je af. Vingertoppen van je af. Helemaal lang. In door je neus. Uit door je mond. Handen gaan zijwaarts, voeten zet je neer, knieën gaan naar 1 kant. Schouders blijven aan de grond. Dus als je benen dan zo zijn, geeft niks. Als je schouders maar op de grond blijven. Benen gaan naar de andere kant, heupen draaien iets bij. En rustig terug. Kom zitten. 1 been naar voren. Andere eroverheen. Rug recht. Ene kant je been. Andere kant je schouder. Schouders laag. Dan voel je hem hier aan de zijkant trekken. Hou hem daar nog even vast. Zet ik de timer stil. Nu niet nodig.
Wissel van kant en been. Kom staan. Terwijl steuntje en de enkel, knieën naast elkaar, standbenen gebogen. Kantel je bekken naar voren, hè? Span de billen en buikspieren aan. En de wissel. Pak bij je enkel, nooit bij je tenen. Enkelbanden hoeven niet opgerekt te worden, die hebben we nodig. Standbeen licht gebogen. Zet je voet neer. Hak in de grond. Voel de stretch in de kuitspier. Je mag hem voelen, maar het moet niet zeer doen. Wissel van been. Stap weer bij. Langs de benen gaan we naar beneden. Rustig gaan naar beneden. Laat je armen hangen. Kijk hoe ver je komt. Schouders laag. Van je oren af. Rustig gaan omhoog. Schuin. De ene kant op. Rustig gaan omhoog. Andere hand. Schuin naar beneden. Knieën, kleine buiging erin. Terug naar het midden. Handen op de knieën. Rug lang. Niet helemaal omhoog. Nu verder omhoog. Draai de schouders achteruit. Stukje vooruit. Eén arm voorlangs. Schouder blijft laag, hè? Onderlangs, knieën gebogen. Rug hou je recht met je hand tussen de schouderbladen. Andere arm voorlangs, schouder laag. Met je hand tussen de schouderbladen. Rug hou je neutraal en niet hol. Niet bol, ertussenin. Laat je arm zakken. Adem nog iets diep in. En rustig uit. Nog een keer diep in. En rustig uit. Eén keer in. En uit. Schud de benen los, schud de armen lekker los. Dit was alweer de 30 minuten, of nee, ik weet niet hoe lang die duurde. Dit was de kettlebell workout. Ik hoop dat je lekker bezig bent geweest en dat je er weer tegenaan kan. Op mijn Facebookpagina kun je veel meer filmpjes vinden. Gewoon met een 30 minuten workout waarbij je 's ochtends bijvoorbeeld live kan volgen, maar ook later kan doen. Deze kun je ook herhalen natuurlijk. Zijn er vragen of dingen? Zet gerust een berichtje onder dit filmpje. Of je kunt een privéberichtje sturen. Doeg, tot de